Vrienden, hadden jullie dat nou ook? Ja, woensdag. Die wedstrijd daar in Turkije, van Nederlands elftal. Dat is alle hoop en alle verwachtingen en alles wat je in je hart, in je lichaam. Dat voel je dus zo, trok er zo uit. Ja, gewoon in één keer helemaal weg. Dan zit je er voor de tv en, want je was je al een hele tijd zelf, ik in ieder geval wel, was je al aan het voorbereiden op dat Europees kampioenschap. Het EK komt eraan, ja leuk, weet je wat dat? Dat gevoel dat je dat bij jezelf hebt. En je denkt bij jezelf, nou leuk. En dan komen al die leuke wedstrijden weer aan, krijg je weer dat hele oranje gevoel en noem het maar op. Nou, en daar zit je dan op te verheugen. En dan zie je zo'n wedstrijd in Istanbul. En dan in één keer denk je bij jezelf, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Wat we allemaal hebben gezien toen. Weet je nog, in 2016 weet ik veel wat. Wat we toen allemaal gehad hebben met Hiddink en daarna met Blind. En toen zat die Van Nistelrooy, die zat toen ook al als assistent op de bank. En die hoorde je nooit en nu ook weer niet. Die zegt ook niks. En dan denk je bij jezelf, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Dan hebben we Ronald Koeman gehad. Die heeft die hele boel werkelijk uit de modder getrokken. Gewoon. Die had zulke dikke spieren. Had die in zijn bovenarmen van het uit de modder trekken. Nou, toen hadden we de boel weer op de rails. Ronald die bracht weer van alles terug in het Nederlands elftal. Die bracht weer hoop. En die bracht dat niet alleen, maar die bracht discipline. En die bracht ook weer een spelsysteem daar in het Nederlands elftal. En hou vast voor alle spelers. Iedereen wist waar hij zich aan moest houden. En we waren weer trots. Wij waren toen weer trots op het Nederlands elftal. En toen ging Koeman weg. En toen dachten wij met z'n allen, nou ja, oké, niks aan de hand. Komt gewoon iemand en die zet dat gewoon voort. En dat blijkt dan gewoon niet zo te zijn. Dat is dan gewoon helemaal niet waar. Je wordt dus dan weer wanhopig van het Nederlandse elftal. Nou, en daar zitten we nu weer in. En dan zegt Memphis Depay, die zegt, ja, maar we moeten niet zo dramatisch doen over deze wedstrijd. Want zo slecht was het nou ook weer niet. Hey, Memphis. Het was heel erg slecht. Memphis Depay. Hou even op zeg. En dan nog even wat. Dan zeggen ze, ja, maar we hebben nog 9 wedstrijden hoor. Nee, dat komt wel goed. Het komt wel goed. Wat denk je van Noorwegen? Met die Holland of Haaland of hoe die ook heten mag. En Ødegaard en weet ik veel wie ze allemaal hebben. Nee, als je zo speelt, dan denk je dat je wint in Noorwegen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus zo zitten we weer opgezadeld met een hoop ellende, vrienden, rond dat Nederlands elftal. Het heeft geen houvast, vrienden, met dat Nederlands elftal. Het is gewoon weer balbezit. En dat is dan weer heilig verklaard. En dat is gewoon weer balletje breed en van voor naar achter. En dat is Frank de Boer. En daarom voor jullie allemaal nog een keer hier zijn lijflied. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter en links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter en links naar rechts. Ja, dat draait hij al bij de tactische bespreking. Dat doet Frank dit nummer al. Ja, en dan vlak voor de wedstrijd gooit hij er nog eens even uit in de kleedkamer. Van voor naar achter en links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter. Ja, doen we mee hoor thuis. Even een Frank de Boertje. Van links naar rechts. Van voor naar achter.